Wim Peters, ex-eigenaar van een theatertje op de Zeedijk in Amsterdam en een circustent, is hier in Zandvoort aan iets nieuws begonnen. Hey, hey Arnold. Hallo. Ik zit te wachten op de man die het werk doet hier. In wat voor wereld ben ik hier terechtgekomen? Ja. In een circuswereld en een variétéwereld. Wat ik in de Casablanca had in Amsterdam. En ik heb alle spullen die in de Casablanca zaten vorig jaar, heb ik hiermee naartoe genomen. Ja, ik ben hier heel langzaam bezig iets nieuws te doen. Dit wordt uiteindelijk een soort van filmhoek. Want ik heb ook de grootste collectie videobanden en dvd's van circus en van snip en snap en van allerlei soorten revues. Kunnen mensen gewoon via dat scherm kunnen ze kijken. Kijk hier staat mijn hele collectie. Mijn hele collectie circus spullen. Dit was bedoeld als podiumtje en daarachter de kleedkamer. En deze schilderijen, ja, dat zijn schilderijen die ik in de loop der tijd heb verzameld. Die hele gang is natuurlijk met allemaal posters. Vindt iedereen wel zonde, omdat je ze er niet eraf kan halen. Maar als ik ze niet kan zien, dan vind ik het ook zonde, want dan ligt het opgeslagen en dan heb ik er niks aan. Ik ben eigenlijk heel erg goed met alle circussen in Europa. En vooral met circussen in Nederland. Dat zijn eigenlijk persoonlijke goede vrienden van me. En ik ga elk jaar als speciale gast naar het circusfestival in Monaco. Daar heb ik een speciaal kaartje voor. Dat ligt boven. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg mooi om mensen die tenten zien opbouwen. En het werk wat ze eraan hebben. Dat soort dingen, dat vind ik echt. Dus het is mij niet alleen om de nummers te doen, het gaat om de way of life. Het is. Kijk, in het circus was hiërarchie. De baas was de baas. Dus alles, dat draaide allemaal om elkaar heen en het was fantastisch. Maar het is allemaal weg. Door die dieren afzeggen. Er is geen circus, groot circus meer in Nederland. Dit is eigenlijk wat ik ontzettend leuk vind. Maar ik heb geen haast. Ik doe dat gewoon heel simpel. Het is een hobby. Maar dat vind ik oud en stoffig klinken. Ik wil er eigenlijk het liefst iets van maken. Dus een soort van restaurant. En ik had een idee om een soort van club te maken of zoiets dergelijks. Van 50 plussers. Die smiddags lekker ergens willen zitten. Een lunchje hebben. En ook het theatertje willen zien. Want ik wilde dus mijn artiesten die ik in Casablanca had in Amsterdam. Wilde ik er uitnodigen om hier een te doen. En dit zou dan een toneel worden. En hier ben ik aan het realiseren een keuken. Ja, misschien eet ik er wel in mijn eentje of zo. Of misschien eet ik er wel met mijn vrienden alleen. Uit Amsterdam. Misschien vraag ik mijn oude kok wel om hier te koken. Dat heb ik vorig jaar gedaan. Toen nodig ik allerlei mensen uit. Omdat ik hem toch nog door moest betalen. Soms dan gaat het niet zoals ik wil. Zoals dit restaurant. Weet niet of het nog wel van de grond komt. Hoezo? Nou ja, ik heb boven het nieuwe dak. En het ziet er echt prachtig uit. En daar heb ik allemaal planten en bomen en zo opgezet om het een beetje mooi op te floren. En zodat de mensen op het oude dakterras konden zitten waar ik dan vergunning voor had. Maar een buurvrouw, die vindt dat, die heeft de milieudienst gebeld. En de milieudienst wil de planten en bomen van het dak af hebben. En als die planten eraf moeten, dan moeten ze dus op het oude dak. Nou, dan gaat het hele feest niet door. Dan ga je gewoon dit niet openen? Nee, ga ik niet openen. Ga
Ga ik niet open, ga ik geen leuk ding doen hier. Ga ik geen ding voor oudere mensen bedenken enzovoort met een lunchrestaurant. Dan ga ik gewoon genieten van mijn pensioen. Dan richt ik dit hier in en dan ga ik hier lekker in mijn eentje zitten eten. Of met een paar mensen die ik leuk vind. Het is alleen jammer voor mijn artiesten. Want de Casablanca was natuurlijk een huis. Een min of meer huis voor mijn artiesten. En ja, als ik niks meer heb, kan ik ze ook geen werk meer geven. En dat vind ik zonde. Welke artiesten heb je? Nou, ik had natuurlijk Celsius, ik had Hansje Ravenstein, ik had Mario Metje. Dames en heren, er was één fout altijd gemaakt. De duivel wordt niet uitgeroepen. Magic. Veel van u kennen mij als de man van de whisky en gogo bar. Is dat niet helemaal leuk? Je hebt een handkertje, het is hot en sick. Je ziet, it's fun. De tent zat stampend vol. En dat was werkelijk fantastisch. Zullen we naar het dak gaan? Ja. Ik doe even de deur dicht. Ik doe even het licht uit dan op. Ja. Ik ga op een stoeltje. Oh, oké. Okay. Nee, het stoeltje moet er boven toe verduidelijk de knoppen zitten, anders kan je er niet lang lopen. Arnold, wil je koffie? Ja. Dit stoeltje had ik laten maken voor mijn vader en mijn moeder. Zodat ze met die stoel van boven naar beneden konden. Dit is het terras. Ja, kijk, wat nou de bedoeling was, dat dit terras, dat loopt naar die afgang, dat dit helemaal vrij kwam. Die trap, die komt hier omhoog. Dan kom je in principe direct op het terras. En dan kan je dus, als dit helemaal vrij is, kan je hier tafeltjes en stoeltjes neerzetten. Omdat een buurvrouw geklaagd heeft, ze wil die planten niet op het dak hebben. Dus die planten, al die planten moeten dus op dit dak komen. Nou, dan kan je er niet meer zitten, dus dan gaat het hele verhaal niet door. Nou, dan doe ik gewoon niks. Maar je kan niet stilzitten. Nee, dan ga ik wat anders doen. I believe in dreams.